Hallo allemaal, hartelijk welkom bij weer een video over lasergraveren. Het heeft even een tijdje geduurd voordat er weer een video uitkwam. En dat heeft een heleboel redenen. A, een heleboel dingen die in het privéleven gebeuren. En het was een hele heftige periode, eigenlijk nog wel een beetje, maar we beginnen weer in een wat rustiger vaarwater te komen langzaam. De tweede reden is, wat ik al wel eens vaker gezegd heb, ja. Kijk, ik maak geen video om het maken van de video. Ik maak een video eigenlijk wanneer ik iets misschien opnieuw wil laten zien, maar meestal wanneer ik nieuwe onderwerpen heb. En dat gaan we dan vandaag ook zien. Het wordt namelijk steeds moeilijker om nieuwe onderwerpen aan te dragen. Al heb ik inmiddels weer twee plannen staan. En de eerste die gaan we vandaag uitvoeren. We gaan vandaag iets heel bijzonders doen. We gaan vandaag laseren en ik weet niet of je wist dat dat kon. We gaan laseren op t-shirts. Simpele t-shirts. Ik heb hier zo'n voorbeeld. Gewoon een simpel t-shirt. Dit t-shirt komt van de Vibra. Zwart. Daar heb ik een reden mee. Het werkt het beste op donkere materialen. Dit t-shirt kost 4,5 euro. Wat heel erg belangrijk is, want daar ben ik natuurlijk een poosje al mee bezig. Ik ben al een weekje bezig met te testen en van alles en nog wat te doen. Ik heb hier bijvoorbeeld wat zwarte t-shirts aan, die komen van AliExpress. Maar die zijn 100% polyester. En allemaal leuk en aardig. Alleen daarop laseren gaat niet echt werken. Dus wat je nodig hebt is eigenlijk katoen. Als het kan 100%, het shirt wat u net zag was 95% katoen met wat elasticiteitsstof erin, zodat hij wat elastischer wordt. Laseren op stof. Veel mensen zullen denken van ja, maar stof gaat toch in brand vliegen? Ja, dat klopt. Dus je moet ongelooflijk goed gaan kijken of je goede settings kunt vinden. Nou zijn er op YouTube een heleboel video's over. En die komen allemaal met, sommige zelfs met hele mooie witte afdrukken. Ik krijg dat niet voor elkaar, dat zeg ik meteen. Maar ik krijg wel een naar mijn gevoel acceptabele afdruk. En dat wil ik dan ook vandaag gaan proberen te doen. Ik heb het nog niet gedaan, want dit t-shirt wat u net zag is nog niet gelezen. Ja, het is wel gelezen als test, maar dan op de binnenzijde. En dat is een hele goede tip om te doen. Nadat je bezig bent geweest om power settings te krijgen, dus wat je gaat doen, je gaat proberen of je een oud stukje zwarte katoen kunt vinden, kunt krijgen. Nou, mijn vrouw die naait veel, dus die heeft wel wat gevonden. En dan kan je, als je dat wil, een power scale gaan maken. En je ziet, hij is er op verschillende plekken doorheen gegaan. Maar je moet natuurlijk zien te ontdekken van wat is nou de sweet spot. Van waar, wanneer kan ik nu wel of niet, welke power gebruiken en welke snelheid en dergelijke. Daarvoor gebruik je eigenlijk het makkelijkste in Lightburn de materiaaltestfunctie. Daarmee kun je zo'n power scale maken. Daar heb ik ook wel eens een video over gemaakt, dus dat moet je gaan terugzoeken helaas in mijn video gebeuren. Het is niet zo heel erg moeilijk hoor. Het is het invullen van een, als het ware een soort van klein formuliertje van welke waardes wil je hebben. En het kan er heel simpel in zijn. Op de ene as wil je de snelheid hebben en op de andere as wil je de power hebben, wil je het percentage power wat je erop uitoefent. Nou, ik kan zo zeggen, ik ga proberen hem wat dichterbij te houden. Je ziet dat het niet helemaal wit is. Het wordt een beetje een goudachtige kleur, zeg maar. Lagere powers. Dit zijn de lagere powers aan deze kant. De snelheden, ja, die zitten over deze as. Ja, dat valt allemaal nog wel mee. Ik heb nog een tweede power scale erop gemaakt, zeg maar, om dat nog iets te verduidelijken voor mezelf op dat moment. En dat is dan deze geworden. En wat we zien is vanaf deze kant 5%, 10%, 15%. En dan snelheid oplopend van, ik dacht 5000 tot 10.000 of zoiets. Nou, dat is dus deze lijn. Ik heb ervoor gekozen om te gaan laseren met 15% tegen 8000. Want ik denk dat hoe meer percentage, hoe meer je richting dat witte terechtkomt. Maar ik durf niet meer te geven, want dat katoen, zo dik is het ook niet. Dan moet je echt wel een heel dik katoenen shirt hebben. Dan kan je misschien daar een beetje mee spelen. Om dan die settings even uit te proberen op jouw materiaal, kan je dus, hier dat t-shirt, hè, dit is de voorkant,
Je kan op de binnenzijde van het t-shirt, dus dit is de onderzijde, maar dan de binnenzijde van dat t-shirt, en dan bijvoorbeeld achterin, kan je dat gaan uitproberen. Zie je dat? Dit ga je niet zien als je het draagt. Maar wat natuurlijk belangrijk is bij die hele powertest, is dat je er niet doorheen gaat. Dat is één. Je mag er niet doorheen gaan. Want dat ziet er natuurlijk niet uit. En het tweede is dat de afdruk zo zuiver mogelijk wordt. En dan kan je dus, moet je wel je materiaal goed uitrichten. Dan kan je dus zeg maar iets van een tekst of een afbeelding gaan lezen op een t-shirt. Wat handig kan zijn, is om je shirt echt vlak te houden, want een shirt is stof en dat ligt niet helemaal vlak. Dat heeft dus het risico dat als je laserkop eroverheen gaat, dat hij zeg maar dat shirt meeneemt. Dat moeten we niet hebben. Wat handig is om te doen, is bijvoorbeeld een houten plaat te nemen die aan de binnenkant in je shirt te schuiven. De rest er omheen te vouwen, zeg maar. En hem dan op de plaat te leggen, zodat zeg maar in feite de bovenkant vlak is. Nou, dat maakt op zich niet zo heel veel uit, want je kunt focussen. Dus met andere woorden, dat is niet zo'n ramp. En wat daarbij kan helpen is een spuitbusje met water, waarmee je dat shirt ook echt vlak houdt, zeg maar. Dat gaan we proberen op te lezen. Ik hoop dat dat gaat werken. Ik heb video's gezien waarbij het ook heel erg goed op spijkerstof werkt, maar ik draag geen spijkerbroeken, mijn vrouw ook niet. En dat betekent dat ik geen spijkerstofmateriaal heb. Ik moet eens kijken misschien dat ik het ergens iets vandaan kan halen. Simpelweg om te laten zien hoe dat werkt. Maar pas dus op. Niet te veel power. Let op je snelheid. Ik heb een video gezien zeg maar, waarbij ze 30% bij 6000 mm per minuut. Ik vrees dat het er doorheen gaat bij mij. Misschien dat zij dus andere shirts hebben gebruikt op dat moment van betere kwaliteit. Dat kan heel goed, hè? Want als je gaat kijken in de winkels, dan begint dat zeg maar, zo rond 4 euro voor een bijna 100% katoenen shirt. Zeg maar. Maar dat loopt ook op naar de 30 euro en dergelijke. En dat betekent dat er ook wel een verschil zit in de zwaarte van dat katoen. Oké. Dit is wat we gaan doen vandaag. Het hele voorbereidende proces van het, het ontwerp downloaden en daarop de power en de snelheid instellen. Nou, dat komt in bijna al mijn video's wel voor. Dus dat ga ik nu niet opnieuw laten zien. We gaan gewoon direct naar de laser om te kijken of dit gaat werken. Alvast veel plezier. Nou, het eerste wat we gaan doen is natuurlijk de stickers eraf halen. Zo. Het shirt is een heel klein beetje smerig geworden. Nou ja, goed. Dat is allemaal niet zo erg. Kan gewassen worden later. En wat we gaan doen, we gaan een houten plaat pakken. Deze hier. En die gaan we hier inschuiven. En ik denk dat we dat zo gaan doen. Dus we gaan het shirt openen als het ware. En voilà, houd de plaat erin, als die mee wil werken. Even goed oppassen dat die natuurlijk recht komt te liggen, want het is wel handig als de plaat zeg maar dient als een soort van te weten van waar je moet gaan laseren. Dat is natuurlijk, want dat is natuurlijk wel belangrijk, als je het recht erop wil hebben, dan moet je proberen dat ook wel even goed te plaatsen. Nou, dit is redelijk recht. En ook redelijk goed, denk ik. Dus wat we nou doen, nu gaan we het als het ware eronder vouwen. Ook aan de zijkanten. En dan kan het in feite naar de laser, en dat gaan we nu doen. Ligt onder de laser. Ik heb de laser gefocust. Nu ga ik even een spuitbusje met water pakken. En ik doe dat een beetje insproeien, als het mag. Er zit wat schuim in, maar ja, is verder niet zo heel belangrijk. Oké. En dan gaan we de computer opstarten en gaan we het ontwerp tevoorschijn halen. En we gaan even zorgen dat het goed gepositioneerd wordt op
mijn t-shirt. De fout wat je niet gezien hebt was dat zeg maar mijn air assist, dat is dat pijpje daaronder, zich verhaakte in het shirt. Dat zien we hier aan de linkerkant ook met een heel klein beetje dat het er anders uitziet dan het eruit zou moeten zien. Maar oké, ik heb het pijpje wat verbogen zodat hij er niet tegenaan komt. Ik heb het model uitgericht en we kunnen nu beginnen met het laseren. Ik ga je zo meteen het resultaat laten zien. Maar hierbij wordt dus duidelijk hoe belangrijk het is dat je zorgt dat het t-shirt niet kan worden gepakt als het ware door de laserkop of door, zoals bij mij bijvoorbeeld die steppermotor daar links onderin bijvoorbeeld. Dat zijn wel dingen waar je goed op moet letten. Het laseren is klaar. Nogmaals, ik heb dat dus gedaan met 8000 mm per minuut en 15% power. Dit is wat ik vond voor mijn Ortho Laser Master 3 10 watt beste instelling. We gaan even kijken naar het resultaat. Oké, het ziet er aardig uit. Rechterkant echter lijkt donkerder te zijn gelaserd dan de linkerkant. Maar dat kan ook te maken hebben met het feit dat we daar nog te maken hebben met een beetje stof. Want uiteindelijk kun je dit natuurlijk ook wassen natuurlijk. Ik ga het eruit halen en dan ga ik je het resultaat laten zien. Het is fraai geworden. We zien alleen dat aan de rechterkant, dat is eigenlijk waar die begonnen is met de laserwerkzaamheden, wat donkerder is dan op de rest van het t-shirt. Maar nogmaals, het kan heel goed zijn dat als die gewassen is, dat die er dan beter uitkomt, toch? Denk ik dat het een geslaagd project is. Hij had misschien ook iets hoger op het shirt gekund, maar ook dat is maar de vraag. We zien in elk geval heel goed dat we met een laser een katoenen t-shirt, dus let op, katoen, het liefst 100%, liefst zo zwaar mogelijk, kunnen laseren en kunnen voorzien van een fraaie afbeelding. Ik hoop toch dat je het leuk vond. Tot de volgende keer. Dag.